De Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname, ELKS, bestaat 275 jaar. De jubileumdienst in dat kader vond gisteren, op de jaardag van het kerkgenootschap, plaats in de Maarten Lutherkerk aan de waterkant. Lutherse predikant dominee Pearl Gerding wierp een blik terug in de geschiedenis van de van oorsprong Duitse kerk in Suriname. Het begon toen de Lutherse kerk van Nederland toestemming kreeg om vrij de christelijke godsdienst uit te oefenen na de Lutherse belijdenis en het stichten van een gemeente. De kerk kreeg toen de naam van de gemeente toegedaan, de onveranderde Augsburgse geloofsbelijdenis in de volksplanting Suriname, rivieren en districten. De naam werd later veranderd in de Evangelisch-Lutherse gemeente in Suriname en vanaf 1 januari 1975 de Evangelisch-Lutherse kerk in Suriname. Ook deze kerk kent hoogte- en dieptepunten, zegt Gerding. De meest gevoelige klap was in 1832 bij de tweede grote brand van Paramaribo, toen de kerk in één klap alles verloor. Het gebouw, de pastorie en alles omheen werd door brand vernietigd. Het slavenhospitaal aan de Maagdenstraat van de Lutherse kerk, die nog overeind stond, werd afgebroken omdat een brandpad nodig was om verdere spreiding van de brand te voorkomen. Dus hadden ze gedacht dat ze dat nog hadden? Weg was alles. Gedreven als de Lutheranen waren en met de kracht en zegen van de Almachtige werden alle gebouwen weder opgezet. In de eredienst in verband met het 275-jarig bestaan van de ELKS ging dominee Marjorie Slachtan voor. Ze sprak van een bijzonder moment in de geschiedenis van ELKS in Suriname. Het kerkgebouw aan de waterkant staat dan ook prominent op de historisch gebouwd erfgoedlijst van Paramaribo. Een van de belangrijkste momenten in de Surinamisering van de van oorsprong Duitse kerk is de inwijding van de eerste Surinaamse Lutherse dominee Leo Hendrik King. Die samen met dominee Gerard Scholinger, die als laatste Nederlandse Lutherse predikant hier naartoe kwam om te dienen, hier in dit gebouw, hier voor de altaartafel, op 10 november 1947, beide werden toen geordend tot predikant van de Lutherse kerk in Suriname. Op dezezelfde plek in 1987 de ordinatie van de eerste Surinaamse vrouw in de Lutherse kerk, dominee Lucretia van Ommeren, die thans als Lutherse dominee verbonden is aan de Lutherse kerk in Canada. De ELKS, de Evangelisch-Lutherse kerk in Suriname, beschikt momenteel over een groep van 6 geordende predikanten, die samen met de respectieve kerkenraden dienstbaar zijn, zowel op het bestuurlijk vlak als in de pastorale en diaconale zorg van de gemeente, verdeeld over 4 stadsgebieden in Suriname. Dominee Marjorie Slachtan sprak gisteravond tijdens de jubileumdienst in de Maarten Lutherkerk van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname. Dit kerkgenootschap bestond gisteren precies 275 jaar.